Ik ben blind geraakt toen ik 18 was en ik ben altijd een grote autoliefhebber geweest. Vooral oude BMW's was met name onze passie. Dus deze BMW, dat was een van onze favorieten uit onze jeugd. Ik vond hem prachtig om te zien. De neus, de agressie en de snelheid, de kracht die hij uitstraalt. De lijnen van de carrosserie. En ik kan er nou niet in rijden, dat is duidelijk. Maar toch wilde ik hem heel graag hebben en ik kreeg de kans. Die heb ik gekocht op een veilingsite voor een mooi bedrag. En die is helemaal gerestaureerd door een BMW-specialist in Alphen aan de Rijn. Het hele restauratieproces heb ik gevolgd. Jeroen heeft mij alles laten voelen wat hij gedaan heeft. Wat voor rottigheid hij tegenkwam. En dat was nogal wat. En het is het gevoel dat je hem bezit. Het is het geluid wat je hoort. Het is de geur van die auto. Het is de elegante lijnen die je kan voelen. Het is ook het hobbymatige natuurlijk, hè. Zoeken naar onderdelen. Heel lang ben ik op zoek geweest naar deze velgen die eronder zitten. De 16-inch Alpina's, naar de radio uit die tijd. Dus het is eigenlijk een combinatie van dat alles. De Chevrolet is eigenlijk meer een auto die mij het jaren 50 gevoel geeft van vroeger. Hè. Happy Day serie, dat soort dingen. Ja, het enorme geluid van die V8, het lompen, het grote. Het is echt een auto, vind ik, die oude Amerikanen. Dat zijn nog echte auto's. Als je daar een deur dicht gooit, dan gooi je ook echt wat dicht, zeg maar. En dat vind ik prachtig. Het rijdt als een het deint over de weg eigenlijk. Dus ik vind iedere keer weer als ik erin zit, vind ik het de belevenis. Als het goed weer is, ik rij uitsluitend alleen maar met goed weer, dan gaan we een lekker stuk rijden en dan gaan we gewoon samen genieten. En je praat dan over de mooie dingen van de auto, raampje open, commentaar wat je hoort van buiten, dat is prachtig, het geluid van die motoren. En samen is dat dan is prachtig, prachtige belevenis. De Chevrolet is de ultieme cruiser, zeg maar. Dus in die zin is hij mijn favoriet. Terwijl de BMW vind ik mooier om te zien. Dat vind ik echt een hele mooie auto. Ik vind de kleuren heel mooi. Die kleur kan ik me nog herinneren van vroeger. Dat taiga groene, dat fel lichtgroene. Dus ze hebben allebei hun specifieke dingen die ik super vind. Dus ik kan niet zeggen de een of de ander is mijn absolute favoriet. Qua rijden vind ik de Chevrolet het prettigst. Daar zit je ook goed in, alle ruimte heb je erin. Maar als ik kijk naar het uiterlijk en de elegantie, zeg maar, dan vind ik dat, dan wint de BMW het. Je voelt de buitenkant, je voelt de details die zo'n auto heeft, je voelt de ranke lijnen van het carrosserie. Je ruikt de geur van onvervalste uitlaatgassen zonder katalysator, gewoon puur zoals het hoort. Je hoort het geluid van de motor, je hoort het geluid van de banden, het ronken van die uitlaat. Weet je, dat zijn dingen die... Ja, dat zijn natuurlijk de zintuigen die voor mij nu ultiem geprikkeld worden met het autorijden. Dus ik denk dat voor mij gevoel het zien voor een deel vervangt. Ik heb wel eens zelf met de auto's gereden. Ik vind het heel leuk. Je moet natuurlijk wel de goede plek uitkiezen. Maar aan de andere kant ben je ook wel erg bezig met ervoor te zorgen dat je heel goed luistert naar je aanwijzingen. Dus in die zin kun je dan minder genieten van het rijden zelf. Dus ik heb wel gereden omdat ik dacht van ik moet nog een keer in mijn eigen auto's gereden hebben. Ik kan gelukkig ook gewoon rijden en schakelen. Maar ik doe het eigenlijk maar heel weinig. Ik weet zeker dat er ook mensen zijn die denken van... Wat een gekke stad dan. Wat moet iemand die niks ziet in vredesnaam met twee van die auto's? Maar de autoliefhebbers die snappen het heel goed en die vinden het prachtig. Die weten ook dat een auto niet alleen een voertuig is waar je mee van A naar B gaat, maar dat een auto ook iets is waar gevoel in zit, waar emotie in zit. En waar je ook hele mooie dingen mee kan doen. Deze auto's die ga ik niet wegdoen. Nee, het zijn auto's die mijn hart gestolen hebben. Ik heb er zoveel tijd en moeite in gestopt en laten stoppen.
Dat zijn mijn troetelkindjes.